Bij dagdagelijks woon-werkverkeer zal u zelden of nooit elektrisch bereik van uw voertuig overschrijden. En als u het onderweg toch moet laden, kan u met uw laadpas makkelijk de publieke stations activeren. Maar wat indien u langere trajecten plant? Bijvoorbeeld naar uw vakantiebestemming in het buitenland. We kunnen ons best voorstellen dat u op dat moment met een heleboel vragen zit. Hoe weet ik waar ik onderweg moet laden? Hoe weet ik of de laadpaal vrij is en niet defect is? Ben ik zeker dat mijn laadpas ook op een buitenlandse paal werkt? Allemaal vragen die tijdens de eerste keer aanvoelen als een heel avontuur. Bij Mercedes-Benz lossen we dat voor u op. Met de EQ geoptimaliseerde navigatie denkt de wagen voor u en bepaalt de auto de laadstops die noodzakelijk zijn om uw bestemming te bereiken. En met de Mercedes Me Charge laadpas is laden kinderspel. De EQ geoptimaliseerde navigatie bespaart u heel wat voorbereiding en kopzorgen. Op elk EQ-voertuig kan u deze navigatie activeren via het dashboard of via de app. Wanneer u vervolgens een bestemming ingeeft, berekent het navigatiesysteem de snelste route en voegt automatisch de nodige laadstops toe om uw bestemming te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de kortste oplaadtijd en reageert het voertuig onderweg onmiddellijk op eventuele veranderingen. Het voertuig houdt onder andere rekening met de route, monitort real-time het verbruik en waakt over de beschikbaarheid van het laadstation en past voor u, indien nodig, de route aan. Bent u er nog steeds niet helemaal gerust op, dan kan u de minimale batterijpercentage bij aankomst op uw laadstop en uw bestemming naar wens aanpassen van minimaal 10% naar maximaal 50%. Als dan zou blijken dat het laadstation niet compatibel is met uw laadpas, dan heeft u nog ruim voldoende autonomie om naar een alternatief laadpunt te rijden. U kan ook kiezen om enkel laadstops toe te voegen die compatibel zijn met uw Mercedes Me Charge laadpas. Zo bent u zeker dat u ook daadwerkelijk kan laden bij de laadpalen op uw route. Mercedes Me Charge is de laadservice van Mercedes-Benz. Met behulp van Mercedes Me Charge krijgt u toegang tot het grootste laadnetwerk van Europa. Zo kan u zorgeloos een beroep doen op meer dan 200.000 publieke laadpunten verspreid over 17 landen. Mercedes Me Charge is tevens gekoppeld aan uw voertuig. Zo krijgt u in uw navigatie real-time info over de laadpunt in de buurt of op uw route. U kan vervolgens het laadvermogen en de beschikbaarheid raadplegen, alsook de prijs die u zal betalen om uw voertuig daar volledig op te laden. We begrijpen dat u misschien al een eigen laadpas heeft, zelf gekocht of gekregen van uw leasemaatschappij. En dat is ook prima. Niettegenstaande is het alsnog verstandig om ook Mercedes Me Charge te activeren. Voor de meeste van onze modellen is Mercedes Me Charge het eerste jaar helemaal gratis. En na 1 jaar wordt de service kosteloos stopgezet of kan u deze vrijblijvend verlengen voor €99 per jaar. Indien u dan toch bij een laadpaal komt waarbij uw eigen laadpas niet aanvaard wordt, dan kan u steeds terugvallen op uw laadpas van Mercedes Me Charge. Bovendien kan u met Mercedes Me Charge genieten van een voordelig tarief op de snelladers van Ionity. Deze laders met een vermogen tot maar liefst 350 kW staan verspreid over 400 strategische locaties doorheen heel Europa en ontzorgen u op weg naar uw vakantiebestemming. Bij Mercedes-Benz begrijpen we dat u zich helemaal geen zorgen wil maken over lange trajecten en reizen naar het buitenland. Daarom zijn al onze voertuigen uitgerust met EQ-geoptimaliseerde navigatie, die voor u de snelste route berekent naar uw bestemming en de noodzakelijke laadpunten toevoegt als tussenstops. Of u een eigen laadpas heeft of niet, wij adviseren u steeds de Mercedes Me Charge laadpas te activeren. Zo bent u zeker van een optimale dekking en geniet u van een voordelig tarief op de 1500 snelladers van Ionity.